Crystal met Circles op Radio West. Je luistert naar Debbie en haar mannen. En vanochtend toen ik binnenkwam, kijk, was er één man al druk bezig. Dat was Roy, de kersthuiskoning, zoals ik hem maar even voor het gemak genoemd heb. Kersthuiskoning. De kersthuisjeskoning. Vorig jaar heeft hij onze huiskamer helemaal omgebouwd tot één groot sprookjesachtig dorp. En dat gaat hij vandaag weer doen. Leuk dat je er weer bent, is dat Roy. Zo? Gaat hij dat weer doen? Gaat hij weer de hele boel ombouwen tot een kersdorp? Ik verbouw de studio vandaag gewoon eventjes. Ja. Voor een paar weken. Je hebt net geen ruzie gekregen met Sjaak, omdat jij een heel goed incasseringsvermogen hebt. Sjaak kwam niet zo heel lekker binnen. Vertel ik het maar kwam even. Fantastisch binnen. Alleen ik zei, wat is er voor rotzooi hier? Nee, je en zei het anders. Dat, je zei het toch veel lekker. Ik noemde het anders. Maar goed, voor het weten heb je een Mart Smeets geval aan je broek hangen. Dus ik zei, wat is het voor rotzooi? En toen bleek dat hij het hier kon brengen. Ja. Kijk, ik ben er geen liefhebber van, maar er zijn mensen die vinden dat prachtig, zo'n kersdorp. Maar je mag ook zeggen dat je niks vindt, toch? Tuurlijk. Het is een beetje. Een beetje sprookjes. Het doet me een beetje denken aan Droomvlucht in de Efteling. Dan ga je zo'n karretje omhoog tussen de elfjes. Het enorm aan een soort gezelligheid, maar het is ook aan een soort van abolligheid. Daar hou ik niet zo van. Maar wat is het eigenlijk precies? Waar komt het vandaan? Wat is dit? Ja, het zijn kersthuisjes afkomstig uit Japan. Dat is een Japans merk officieel. En sinds een aantal jaar is het ook gewoon in Europa helemaal goed te krijgen. Het is eigenlijk, Lemax is het wereldwijd het grootste merk wat er eigenlijk op kersdorpengebied is. Dat is een van de merken in elk geval. En ja, zeer gedetailleerd. Ze hebben 1700 verschillende artikelen. Maar dit komt uit Japan. En wat bouwen ze dan in Japan? Want dit zijn allemaal verschillende modellen. Hoeveel modellen zijn er wel niet? 1700. Maar god, hebben ze ook een kerncentrale erbij of niet? Nee, nou, misschien een idee. Ja, leuk. Lijkt me echt een heel gezellig huisje. Ja, het zijn allemaal zo'n schat met van die kleine baksteentjes en kleine raampjes en lief vlaggetjes hier op het dak. Want dit is een chocoladefabriek of zo. En alles beweegt ook nog. En precies, met licht erin. Van binnen gaat alles heen en weer. En het komt gewoon tot leven, Sjaak. Ja, ik zie het. Je wordt helemaal opgewonden van. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel schattig. Ja. Hey Roy, eventjes. Jij bent vorig jaar ook, ik weet niet hoe lang bezig geweest. Want je doet het niet alleen hier, maar je doet het in verpleeghuizen, in tuincentra. Is dit nou echt je beroep? Inmiddels wel, ja. En wat staat op jouw kaartje? Daar staat Roysdorpen op. Okay. Kersdorpenbouwer. Ja, kersdorpenbouwer. Kersdorpengek noem ik mezelf ook wel eens. Maar dan heb je toch een deel van het jaar niks te doen, neem ik aan? Nee, dat klopt. Ja. Dan werk ik gewoon ergens part-time. Oh, zo. Jij importeert dit spul en dat verkoop je door. Ben je de enige die het importeert? Zijn er meer mensen? Nee, er zijn veel meer mensen. Nee, ik koop het gewoon voor mijn eigen geld koop ik het in. Gewoon bij winkels. En dan, En dan gaat hij los. Een deel krijg je gesponsord, dan ga ik los. Ja. Maar wat is er nou misgegaan in je jeugd dat je dit nou zo leuk vindt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is 9 jaar. Daar moet iets mis zijn gegaan. Vroeger ben je heel veel gepest op school of zo. Wat is dit? Nee, totaal niet. Nee, je loopt op een gegeven moment tegen een huisje aan. Bij een bouwmarkt. En dan denk je, oh wat leuk. En dan zie je opeens, ja dit, iets gedetailleerder. Ja, en dan word je enthousiast. Te gek op. Je wordt er door geraakt als je er tegenaan loopt. Zo dat is het. Ja, letterlijk. Ja. Roy heeft ook wat meegenomen om weg te gaan geven. We gaan dat zo eventjes laten zien. Want het zit in een doos waar je ook een kapstok in kan vervoeren. Hele kleine dingetjes, maar een hele grote doos. Zometeen gaan we laten zien wat je kunt winnen. En dan hoor je ook wat je ervoor moet doen. Hey, dit wil ik wel hebben, niet? Wauw. Fantastisch dit. Heb je het gezien? Ik zie het nu. Eens kijken. Ik zie het nu. Jij noemt het een heel klein ding. Ik vind het een heel groot ding. Ongelooflijk dit. Het zijn onderdelen. Dan kun je zo mee naar Blijdorp. Ja, precies. Hier kan je mee naar Blijdorp. Ja, ik mis de ijsbeer inderdaad. Ja. Nou, zo meteen gaan we het laten zien. Ah, gaat lekker spannend maken. Roy, onze kersthuisjeskoning, geeft weg. Phil Collins en Two Hearts. Ja, Two Hearts. En ze gaan helemaal los, want Roy heeft zijn vader ook meegenomen. En samen gaan ze een gigantisch kerst, niet een kerstdorp, maar een kerststadje gaan ze hier bouwen. Want het wordt ongetwijfeld wel heel erg mooi. Voor de tafel bedoel je, of niet? Roy, Roy, ga maar, vertel maar. Ja, moet je nog even kijken. Ook op de tafel, voor de kerstboom, in het kozijn hierachter. Ja, en vorige keer stond de schoorsteenmantel ook helemaal. Ik maak hem gewoon leeg. En hier rondom het koffiezetapparaat. Ja. Het was een soort kerstdorp klune als je koffie wilde zetten. Ja, het is hartstikke leuk. Roy Uding is bouwer dus van kerstdorpen. Jij hebt vorig jaar, kan ik me herinneren, ook op plekken in bejaardenhuizen en dergelijke van alles opgebouwd. Zijn er plekken waar mensen jouw werk kunnen zien? Jazeker, dat zijn er 5. Verspreid door de regio eigenlijk. Dat is de Kreek in Schavenzanden. Wat is dat? Dat is een verzorgingshuis. Is dat. Ja. En in Noodorp in Veenhagen. Dat is ook een verzorgingshuis. Abswoude in Delft. En bij HWW-zorg in Den Haag bij Willem Drees. Ja. En bij Houtwijk. En dat bij doe je, het Leijenberg ziekenhuis. Word je daar dan voor ingehuurd of doe je dat vrijwillig? Een aantal ben ik gewoon voor gevraagd. Een aantal gewoon vrijwillig. Wat lief. Ja. En dan worden de mensen heel blij van ongetwijfeld. Nou, mooie reacties. Buurtcentrum De Mussen in de Schilderswijk. Kan ik het daar ook zien? Nee. Helaas. Ik heb geen materialen meer. Dus ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Is het alleen voor oudere mensen? Dat bedoel ik natuurlijk. Is het voor alle leeftijden dit? Ik kan me voorstellen dat kinderen dit ook helemaal te gek vinden. Het is van jong tot oud. Van
vanaf 10 jaar zie je ze ermee lopen tot 90, om zo te zeggen. Wat is voor jou persoonlijk de mooiste reactie die je ooit hebt gekregen op je kersthuisjes? Een vrouw die eigenlijk altijd stil zat, nooit reageerde. Ja. Die kwam langs het kerstdorp en die zegt, hey, dat is de brug in Delft. En die werd helemaal weer actief. Ah. Dat kregen we van de verzorgers te horen. Dat is mooi. En dan heb je wel een mooie. Dan denk je van, kijk, dat doe je het voor. Dat is geweldig. Ja. Fantastisch. Je hebt een gigantische doos meegenomen. Je hebt 5 van die gigantische dozen. Dat zijn aankledingen voor kerstdorpjes. En die geef jij weg. Je zegt, die doneer ik. Ja, klopt. Ik zit nog steeds een beetje in het donerengift. Hoor je dat? Die doneert die. Die geeft die weg. Hij geeft Laat ze zien. Weg. Wat zit erin? Wat zit aan erin? Een van onze luisteraars. Ja, zal aan ik 5 van onze luisteraars. Of moet die heel blijven? Of moeten jullie het samen doen? Kijk, Roy, doe jij sportverslag? De flappen van de doos gaan open. Sjaak buigt voorover. Nou, hij pakt hem eruit. Allemachtig. Kijk eens, het is niet te geloven dit. Dit is een soort ijsberg. Dit is een kant-en-klaarberg. Zo heet hij hem. Nee, zo heet hij niet hoor. Voor pinguïns is het. Ja, inderdaad. Het heeft iets weg voor pinguïns of voor ijsberen. Nee, dan kan je dan een stekkerdoos onderleggen. Voor verliefden. Ja. Dan heb je lijmspray. En dan kan je mee inspuiten met de decoratie wat er dan bij zit. Ah, wat goed. Nee. Weg jij, Engelman. Hey, maar en er zitten wat materialen bij om het te beetje... Ja, decoratie, achtergronden zitten erbij. Dus even voor de duidelijkheid, je wint als je wint. Niet een kersthuis of een kerstdorp, maar je wint dus wat dingen om de het heel mooi om een mee kerstdorp aan te maken. Wat gaaf. Ja, want dan kan je een paar huisjes opzetten en dan ben je eigenlijk al bijna klaar. Ja, wat klopt mooi. Inderdaad. Moet leuk wel... voor op een dressoir bijvoorbeeld. Ik wil zeggen, je moet... Ik zou eigenlijk het mooist. Ik zou er verder niets meer aan doen. Je moet er wel een flinke kast voor hebben om op te zetten. Leuk. 5 van deze pakketten geeft Roy dus weg. Je moet ze wel komen ophalen, lijkt me duidelijk, als je wint. Want ze zijn iets wat aan de grote kant. Dan, Wil jij zo'n kersthuis, dorp, aankleding, landschapsding winnen? Met dus nog wat materialen voor de aankleding erbij. Dan kun je ons dat laten weten. Waarom wil je het winnen? Moet het er iets voor doen? Ze moeten ons non-verbaal gewoon... naakt aura dansen in de studio bijvoorbeeld? Laten we ze maar gewoon een mailtje laten sturen. Lijkt me veiliger. Oh, okay. Dat kan via debbieenhaarmannen@omroepwest.nl. Dus een motivatie erbij en je adresgegevens. Maar bellen mag eventueel ook hoor. 070-390-5454. 070-390-5454. En als je mailt, vergeet niet je motivatie en je adresgegevens. Roy, aan de slag. Ja. Dankjewel, Roy.